Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie wat tips geven op het gebied van zonnebrandcrème. Het is vandaag 30 graden en dat betekent dat je je super goed moet insmeren. En dat begint bij het gezicht. Zonnebrandcrème voor het lichaam is vaak iets te vet voor het gezicht. Dan kan je misschien puistjes krijgen. Maar gelukkig zijn er heel veel merken die ook speciale zonnebrandcrème voor het gezicht hebben. Zoiets. Nou moet je erop letten dat als het echt 30 graden is, dat een zonnebrandcrème voor het gezicht een hoge factor moet hebben. Ik heb hier bijvoorbeeld SPF 15. Nee, dat is echt te laag voor nu. Ga het liefst voor 50 of 30, maar op zijn minst 30. 30, 50 is nog beter. En wat veel mensen niet weten is dat je voor je gezicht minstens 1 theelepel aan zonnebrandcrème nodig hebt. Dus smeer het lekker dik op. Dus dit is hoeveel je nodig hebt voor je hele gezicht. Zo. Met deze theelepel kan je je hele gezicht doen, maar ook je nek, met je hals, je oren moet je goed insmeren en achter in je nek. Het lijkt in eerste instantie veel, maar gewoon blijven smeren. Zo, ik heb nu mijn hele gezicht ingesmeerd. Het is misschien een beetje vettig, maar dat trekt op zich goed in. En de zonnebrandcremes voor nu voor het gezicht, die hebben allemaal vaak een matte formule en dat is extra fijn. Tegenwoordig hebben ook heel veel make-up producten SPF, zoals foundations. Hier zit bijvoorbeeld SPF 25 in, maar dat is niet voldoende voor zo'n zomerse dag. Want je brengt in principe niet een theelepel foundation aan. Dus je kan dit wel erbij gebruiken, maar als extra. En het is ook niet zo dat je moet gaan optellen, dat denken veel mensen. Die denken, oh, hier zit 25 in die crème zit 15, dus het is samen factor 40. Dat klopt niet, nee. Dit is gewoon een goede, lekkere extra, maar niet alleen dit gebruiken. BB creams zijn daar misschien net iets fijner voor de zomer, want die hebben vaak een hele hoge factor, bijvoorbeeld factor 50. En die zijn echt bedoeld voor bescherming van je gezicht. En ze zijn vaak wat luchtiger. Dus wil je het helemaal goed doen, ga dan voor een BB cream met een hoge factor. Dat is lekker luchtig, lekker goed voor de zomer en dan ben je helemaal goed beschermd. Heel veel mensen vragen zich ook af hoe je dat moet doen door de dag heen. Weet je, doe je extra zonnebrandcrème op? Ja, natuurlijk gaat dat van je gezicht af. Wat ik zelf fijn vind om te doen is 's ochtends dit aanbrengen, dan de BB-cream eroverheen en deze meenemen en door de dag heen extra opsmeren. Dan het lichaam. Voor het lichaam raad ik ook aan om gewoon de hoogste factor te pakken, zeker met 30 graden. Factor 30 of 50 is het allerbeste. Maakt niet uit of je al makkelijk bruin wordt of niet. Je moet gewoon je huid goed beschermen. En ze zeggen dat je 2 eetlepels nodig hebt voor je hele lichaam. Dit is hoeveel ik zelf gebruik als ik me insmeer voor 1 arm. Je hebt natuurlijk verschillende formules, vloeibaar, een beetje cremerig en je hebt ook oliën, bijvoorbeeld SPF 15. Dit zou ik echt, hier zou ik heel voorzichtig mee zijn. Dit is echt als je zelf al een tintje hebt en je bent al veel in de zon geweest, dan pas zou ik een olie gebruiken. Ik heb zelf een keertje een hele vakantie een olie factor 30 gebruikt en ik was ook verbrand, dus wees daar voorzichtig mee. Wat ik zelf ook heel handig vind is een spray zonnebrandcrème, als een soort van deo spray. Die spray je gewoon op je huid. Smeer je zo in. En dit is super handig voor onderweg. Dus wat ik vaak doe is ik smeer me 's ochtends helemaal goed in. En deze gaat mee in mijn handtas. Ook op vakantie. Kamelen strandtas en zo. En dat spray je lekker over je lichaam. En tot slot, als je verbrand bent of als je het heel erg warm hebt, gebruik een lekkere aftersun. Er zit vaak aloe vera in en dat verkoelt je huid. En dat zorgt ervoor dat je niet van die rare velletjes krijgt en zo. Dus als je dan heel erg bruin bent, dan smeer je vooral heel goed in. Anders krijg je velletjes en het ziet er ook wel raar uit. Dus aftersun. En dat was het. Dit waren mijn tips op het gebied van zonnebrandcrème. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Smeer je goed in. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! En tip 2, die komt ook een beetje bij mijn mondjaar. Gewoon wees niet bang om out of the box te doen en